Welkom bij Replace Direct. We gaan je vandaag laten zien hoe je de digitizer van een HTC Legend G6 kunt vervangen. Hiervoor heb je nodig een kruiskopschroevendraaier, een Torx schroevendraaier, een spudger en natuurlijk een nieuwe digitizer. Maak het onderste koffertje los en klik de connector los. Schuif de accu uit het apparaat. Haal de SD-kaart eruit. Draai 4 schroeven los met de kruiskopschroevendraaier. Haal het witte stickertje aan beide kanten een stukje los. Draai de 2 schroeven los met de Torx schroevendraaier. Haal de geplakte cover bij de camera los. Draai 2 schroeven los met de kruiskopschroevendraaier. Wrik met de spudger de zilveren cover los. Haal de touchpanel met de home- en menubuttons los. Draai 3 schroeven met de Torx schroevendraaier los. Klik het koffertje en de connector hieronder los. Haal met de spudger de middencover los van het moederbord. Maak de 3 connectoren en de wifi-kabel los. Draai 2 schroeven los met de Torx schroevendraaier. Haal het metalen koffertje en de connector die hieronder zit los. Haal het moederbord los. Wrik nu het zilveren frame van het scherm en de digitizer los. Als je de digitizer feunt, zal dit gemakkelijker gaan. Haal nog wat plakresten en het ronde glaasje weg. Dit glaasje zit voor het ledlampje van de camera. Maak de digitizerkabel los. Haal met de spudger het scherm van de digitizer los. Begin hiermee onderaan. Nu hoef je alleen nog maar de connector los te halen en het scherm is los. Plaats het ronde glaasje terug op zijn plaats. Verwijder de glasresten van het scherm met een kwast en wrijf deze daarna nog schoon met een doek. Snijd plakstrips uit dubbelzijdig plakband, zodat je straks de nieuwe digitizer vast kunt plakken. Wrijf het scherm nogmaals schoon. Plak op alle randen van het scherm een extra dun dubbelzijdig plakrandje. Plak het scherm op de digitizer. Haal de gele stickers van de digitizer los en plak hem in het zilveren frame. Plaats het moederbord in het zilveren frame en druk deze goed vast. Plaats ook de middencover weer terug. Draai 2 schroeven vast met de Torx schroevendraaier. Plaats het zwarte koffertje aan de voorkant terug en maak deze vast met 1 schroef. Plaats het rode schuifje terug. Maak de connector vast en plaats hier het koffertje overheen. Draai 2 schroeven vast met de Torx schroevendraaier. Plaats het touchpanel met de home- en menubuttons weer terug. Klik de zilveren cover terug. Draai bij de camera 2 schroeven vast. Draai bij de accu nog 6 schroeven vast, waarvan 2 onder het stickertje. Klik de cover bij de camera terug. Plaats de SD-kaart en accu terug. Klik het onderste koffertje weer vast en test de telefoon. Bedankt voor het kijken naar dit filmpje. Kijk voor accessoires en onderdelen op de website www.replacedirect.nl.